Goedemiddag, het is woensdag, het is 12 januari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ga vandaag boodschappen doen en ik ben toch blij dat ik gisteren al heb schoongemaakt, want mijn coach is er inderdaad eerder. Die komt om 3:30, dus dan heb ik mooi de boel in ieder geval schoon. Ik heb gisteravond weer Married at First Sight gekeken. Was wel leuk. Het eerste koppel is nu getrouwd. Het lijkt goed te klikken, maar dat zal de komende weken gaan uitwijzen. En het volgende koppel staat op het punt om te gaan trouwen. Dus ja, dat was op zich wel weer leuk. Toen ben ik eigenlijk, heb ik nog een stukje van VI gezien. En toen ben ik daarna eigenlijk mijn vlog gaan afmaken en mijn foto's gaan bewerken. En toen ben ik Emily in Paris gaan kijken en daarna Witsen. Dus verder was het eigenlijk gewoon een beetje een basic avond. Dus niet heel spectaculair of zo. Dus ja, het was wel weer mooi allemaal. Ik ga zometeen eventjes een extra video voor jullie opnemen. Dat wil ik graag eventjes doen. Ik ga eerst de stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Heb ik gisteren hier de hele boel gedaan en het kleedje hier rood. Het lopertje ligt alweer onder de kattenharen. Dus dat ga ik mooi eventjes doen. Dus daar ga ik eerst even aan beginnen. En dan ga ik daarna eventjes de video voor jullie opnemen. Dus dat wordt even de planning en daarna eventjes de boodschappen doen. Dus verder niet heel veel bijzonders. Dus ik ga nu gewoon eventjes de stofzuiger er doorheen halen. En dan ga ik even me klaarmaken om de video op te nemen. Dus daar ga ik gewoon maar eens eventjes aan beginnen. Zo, inmiddels 2 video's opgenomen. Mijn coach is iets later, dus ik ga nu eventjes verder klaarmaken. En dan ga ik zo de deur uit. Dus dan ga ik mooi eventjes boodschappen doen. Maar dat heb ik alweer klaar, dus dat scheelt alweer. Dus die kan ik dan weer mooi gaan editen. Dus ik ga nu eventjes verder alles klaarmaken en dan ga ik zo de deur uit. Zo, terug van de boodschappen. Het is 5:30. Het is zo koud buiten. Ik zal jullie zo even de boodschappen laten zien. Even de katten uit laten eten. Want die zit ook net aan hun eten. Want dat was natuurlijk ook veel later. Had ik maar even een lampje aangedaan voor ik wegging. Maar ik had gedacht dat ik wel eerder terug zou zijn. Maar goed, ga ik zo meteen. Dus ik zal zo even de boodschappen laten zien. Maar eerst even zorgen dat de katten uitgegeten zijn. Dus dat eerst maar even. De boodschapjes. Toen kwam ik dit shirtje tegen. Die was nog 2 euro. Die vond ik wel leuk. Even meegenomen. Met folders en zo. Appelsap. Die vind ik altijd heel erg lekker. Dat was weer een XXL. Super crunchy frietjes. Zak met gewone patatjes. Spekjes. 2 keer de hamburgers, die waren nu 3 euro. Ik denk dat er een pakje in de vriezer kan. Ze zijn wel tot dinsdag hier. Chocomel. 2 keer rosti rondjes, want er waren 2 voor 3 euro in 2 zakken. Deze Mickey trui, die was nu met korting, die heb ik gekocht. Die vond ik heel erg leuk. Een pakje met shootjes. De koude schnitzel voor zondag.
speklapjes voor maandag. Voor die zijn deze goed. 19e. Ja, dat moet ik wel redden, denk ik. Nou, de tweede zak met rosbiljontjes. Aardappelschijfjes. Kattenvoer. Broccoli. Een Labello, want die gebruik ik nogal veel. Dus ja, ik leg weer in mijn nachtkastje neer. Twee keer slaafvinkjes. Dat waren nu twee pakken in aanbieding bij Plus. Bakboter. En boontjes. Dat waren ook alle boodschappen. Nu ga ik gewoon aanstaande dinsdag weer. Dus ik ga dit even opruimen. Dan ga ik straks even douchen. En dan ga ik vanavond weer de Snackmasters kijken. Straks ook eventjes eten natuurlijk. Verder ga ik even Steenrijkstraat Arm kijken. Ik ga de vlog uploaden. Ik moet alleen nog een thumbnail maken. En eventjes mijn artikel schrijven. Ik ga Emily in Paris kijken. En vanavond heb ik weer... even denken hoe het heet. Hudson en Rex. Dus nu deze week de laatste twee afleveringen. Dan zit ik. Ik ga dit mooi eventjes opruimen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is alweer 13 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb het gisteravond zo ijskoud gehad. Het was niet normaal. Ik werd niet meer warm. Totdat ik onder een kleedje ging. Tuigje zat bij me. Die probeerde me al op te warmen. Mijn bakje koffie maakte me niet warm. Ik had het gewoon ijs en ijskoud. Ik werd echt niet meer warm. Ik dacht even van, nou, ik zou toch niet ziek worden. Maar nou ja, met het kleedje ging het op zich wel weer. Maar ik heb het nu weer koud. Ik heb gisteravond de Snackmasters gekeken. Ze ging kaas of vlees namaken. Nou hou ik daar absoluut niet van. Maar het was wel interessant om te zien hoe ze dat namaakte. Nou hoop ik alleen niet dat ik daarover ga dromen. Want die rookworst, daar heb ik echt nog dromen over gehad van de week. Dat was echt niet fijn. De chef waarvan ik hoopte dat hij zou winnen, die won ook. Dus dat was mooi. Daarna heb ik even Steenrijkstraat Arm gekeken. Was een hele mooie uitzending. Maar ik heb er toch altijd wel vraagtekens bij. Het arme gezin, het was een alleenstaande vader met twee zonen. Ze hadden eigenlijk genoeg slaapkamers. Maar er was eigenlijk geen geld om een tweede slaapkamer voor die zoon in te richten, waardoor die twee jongens dus bij elkaar op één kamer lagen. Nou, toen heeft dat rijke gezin, die heeft eigenlijk een hele goedkope oplossing door pallets, hebben ze neergelegd. Dat was eigenlijk de lattenbodem, soort van. Oké, hun hadden dan connecties waardoor ze dus wel een matras konden regelen, want ja, matrassen zijn natuurlijk best wel duur. Die hebben een matras geregeld, die hebben wat dingetjes bij de Action gekocht, waardoor het eigenlijk allemaal, waardoor ze toch een soort van bed hadden gecreëerd voor die andere jongen. Dus dat was natuurlijk wel heel fijn. Maar ik vraag me af, kijk, een bed bij de kringloop zal vast niet zo heel erg veel geld kosten als je echt geen geld hebt. Dus, nou ja, dat was wel triest. En ik snap vaak dingen niet met shoppen. Je ziet allereerst niet van alles wat ze kopen, want die vader die past er best wel veel kleding en wat hij er nou van gekocht heeft, dat weet ik niet. Ja, sowieso de trui, want die had hij op een gegeven moment aan. En die jongste zoon, die had schoenen gezien. Die had een vriend van hem, die vond hij zo gaaf. Die wilde die heel graag hebben. Nou, die ging hij nu ook uitkiezen, maar dat waren van die instapfans. Nou, mijn smaak is het niet hoor. Ik vind fans leuke schoenen, maar dan wel gewoon met veters. Maar goed, smaken verschillen, gelukkig. Alleen dan denk ik, ja, dan kies je voor dat soort schoenen. En dat is in de zomer misschien hartstikke lekker luchtig en zo. Maar in de winter heb je daar weer niks aan. Maar misschien hebben ze nog wel een paar extra schoenen gekocht hoor. Maar dat zie je dan verder niet. Dus ja, dat is dan een beetje gekkig. Ik heb ook niet gezien dat ze boodschappen gingen doen. Dus nou ja, goed. Het rijke gezin ging dan wel boodschappen doen. Maar goed, het was een, ik weet niet. Ik heb er altijd een beetje mijn vraagtekens bij. Ik heb de vlog ingepland en de thumbnail gemaakt. Ik heb mijn artikel geschreven. En toen ben ik Emily in Paris gaan kijken. En daarna had ik Hudson en Rex. En dat was weer een hele spannende aflevering. Ik vind het echt een hele goede serie. Ik vind het jammer dat ik nog maar één aflevering heb. Dat het dan over is. Ik had gisteravond heel erg last van mijn teen. Want ik heb het idee dat mijn teennagel ingroeit. Ik knip ze overigens wel recht af.
Ik heb het idee dat hij heel erg, ja, dat hij toch de neiging heeft om in te groeien. En dat doe ik best wel zeer af en toe. Dus ik heb het nou weer een beetje geprobeerd weg te halen. Maar ik denk toch dat ik dat zelf niet zo goed kan. Maar goed, voor nu is het in ieder geval wel weer een soort van opgelost. De planning vandaag. Ik ga zo stofzuigen en even de bakken scheppen. En dan ga ik eerst filmen voor jullie. Voor zaterdag. Ik hoop eigenlijk nog een extra video op te kunnen nemen. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is verder ook de planning. Dus niet heel erg veel bijzonders of zo. Dus ik ga nu eerst even het stofzuiggedeelte doen. En dan ga ik de spullen klaarzetten om te filmen. Zo, inmiddels heb ik de boel hier weer even opgeruimd. Ik heb 2 extra video's kunnen maken. Gewoon 1 video voor zaterdag en nog de boekvideo. Die heb ik ook al gemaakt. Dus wat dat betreft heb ik wel lekker vooruit gewerkt. Heb ik in 2 dagen tijd 4 video's opgenomen. Dus nou, ben ik wel weer blij mee. Nog even gebullet journal, maar ik heb voornamelijk wat verhaaltjes geschreven voor in de mus. Die ben ik nu aan het afronden en dan zal ik binnenkort even kijken dat ik een nieuwe bestel. Want ze hadden heel veel leuke na te sturen, al plaatjes. Dus het wordt nog een moeilijke keuze toch, welke ik heel erg leuk vind. Maar goed, dat is in ieder geval allemaal weer gebeurd. Dus daar ben ik wel blij om. Net even alles weer opgeruimd, de lampen en zo en de statieven en alles. Dus alles staat nu weer netjes zoals het was. Dus daar word ik ook wel weer blij van. Ik ga dan nog eventjes relaxen. Dan ga ik strakjes douchen en eten. Vanavond kijk ik Marble Mania omdat de mannen van VI erin zitten. Dat vind ik dan wel grappig. Ik denk dat dat nog wel lollig kan worden. Ga ik daarna eventjes Down the Road kijken van Gordon. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat ging met die mensen. Dus dat vind ik wel leuk. Vanavond heb ik gewoon Emily in Paris en Witse. En ik moet vandaag foto's bewerken. En misschien dat ik alvast een extra video ga editen. Maar dan moet ik even kijken. En de nagellak gaat eraf. Want het is nu wel redelijk beschadigd. Dus het ziet er niet zo heel erg mooi meer uit. Dus dat gaat er dan ook mooi even af. Straks even lekker warm douchen. Dan hoop ik dat ik het vanavond wat minder koud heb als gisteren. Maar goed, ik ben nu natuurlijk niet buiten geweest. Gisteren was het ook wel buiten heel koud. Ik weet niet. Even kijken hoor. Hoeveel graden het is eigenlijk. Daar ben ik even benieuwd naar. Ah, 5 graden. Ik hoorde van Nathalie dat ze die dag dat ze het over gehad hadden over weer winkelen op afspraak. Maar goed, ik vind het toch wel gek dat er weer dingen zijn uitgelekt. Want ze zouden het morgen pas beslissen. Maar goed, we gaan het morgen wel zien. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Dus ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik ga verder nu toch niks meer doen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 14 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo meteen boven aan de gang en dan ga ik jullie proberen bij mee te nemen. Het zal wel een beetje lastig worden omdat het licht daar niet al te best is. Maar ik ga mijn best doen. Ik moet sowieso de kledingkasten een beetje opruimen dat alles weer netjes ligt. Dus dat wil ik doen en ik wil eigenlijk ook even graag de kist die ik bij mijn moeder heb meegenomen op zijn plek zetten. Maar dan moet ik daar eventjes stofzuigen en dweilen. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning waar ik aan wil beginnen. In ieder geval een begin maken. Nathalie heeft er gisteren ook al. Wanneer gaan we opruimen?
Ja, kijk maar wanneer jou het uitkomt. Ja, maar dan kan ik dat wel inplannen en zo. Ah ja, Nathalie die werkt natuurlijk door de week. Dus ik weet niet of ik dat toen heb verteld. Maar Nathalie heeft een nieuwe baan. En daar heeft ze het heel erg naar de zin. Dus dat is super fijn. Dus dat, ja, daar moeten we gewoon even rekening mee houden. Dus waarschijnlijk gaan we volgende week gezellig samen eten. Dus dat is wel super leuk. Kunnen we ook weer even bijkletsen. Misschien nog wel eens wat doen kan opruimen. Alleen zij moet die dag eerst gewoon zelf werken. En dan zou ze na het werk komen. Maar dat spreken we verder nog wel eventjes af. En we moeten het ook zo inplannen dat Frank bij Lente kan zijn. Want Lente kan niet mee. Want boven is het gewoon niet voor een kind geschikt. Op de ene deel van de zolder ligt sowieso geen vloer. En op het kamertje ligt wel een vloer. Maar ze kan er gewoon echt niet lopen. En dat, ik wil niet dat mijn kleine vriendinnetje zich pijn doet. Dus dat wordt hem niet. Veel te gevaarlijk ook met die trap als ze naar beneden valt. Nee, dat zijn allemaal scenario's waar ik niet aan wil denken. Dus dat moeten we nog eventjes gaan inplannen. Ik heb gisteravond heb ik gekeken naar Marble Mania. Dat vond ik wel heel leuk, want dat kwam nu ook door de gasten. De mannen van VI waren er en dat vond ik zelf wel heel erg leuk. Ze waren ook best wel competitief en ja, dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Het ligt er wel echt aan welke gasten er zijn, want als de gasten me niet zo aanspreken, heb ik al snel zoiets van, nou, nee, dan vind ik het niet zo. Zoals volgende week weet ik niet of ik ga kijken, want die gasten spreken me dan minder aan. Maar ja, ik vond het nu wel weer leuk. Ik vond de doelen ook mooi waar ze voor speelden. Dus hartstikke leuke uitzending. Daarna ben ik Down the Road gaan kijken. Volgens mij komt dit format oorspronkelijk uit België. Daar is het al jaren een succes. En dit houdt dus in, het wordt gepresenteerd door Gordon. Die gaat met een aantal mensen met het syndroom van Down, gaat hij dus een reis maken. En er is ook een ander meisje bij. En ik heb het idee dat zij met mensen met het syndroom van Down werkt. Of in ieder geval heel veel ervan af weet. En nou, nu gingen ze kamperen daar bij Maastricht. En dan gingen ze een grot in. En dan merk je dus dat die mensen ook gewoon waar hun een beetje mee struikelen. Een jongen die vond kamperen heel spannend. Want dat had hij eigenlijk nog nooit gedaan. Hij was meer van luxe. Nou, en toen gingen ze op een gegeven moment naar een all-you-can-eat restaurant. En dat meisje raakte helemaal overstuur. Want er was zoveel keuze qua eten dat ze eigenlijk niet meer wist wat ze moest kiezen. Nou, toen zei ik hoorde, nou, hou je hiervan? Ja, dat lust ze allemaal wel. Nou, toen kreeg zij dat bordje mee en dan pakte hij wat anders. Dan is het ook opgelost. Dus ja, ik vond het heel mooi om te zien, de eerste aflevering. Er was ook gelijk al een stelletje, die waren gelijk helemaal verliefd. Kenden elkaar één dag, nou, gelijk helemaal in love. Nou, het was wel heel schattig. Daarna heb ik foto's bewerkt. Toen ben ik Emily in Paris gaan kijken. Maar ja, daar ben ik ook alweer bijna doorheen. Want het zijn maar 10 afleveringen. Dus dat gaat best wel snel natuurlijk. En toen had ik een witse. Dus dat was verder ook de avond. Ik ga het nu hier even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik eventjes naar boven. En ik hoop dat ik een beetje de vibe kan vinden om echt wat te gaan doen. Want ik merk dat de vibe er nog niet helemaal in zit. Maar ik ga gewoon muziek meenemen. En ik ga de camera meenemen. En dan zullen we zien hoe ver we gaan komen. Dus tijd om even wat te gaan doen. Thank you.
Ik ben klaar. Ik heb geprobeerd jullie erbij te zetten met filmen. Ik weet niet of het goed is overgekomen, want het is best wel donker boven. Dus misschien dat ik het nog wat kan bijverlichten met editen. Maar ik heb één kledingkast helemaal schoon en weer alles netjes rechtgelegd. Dat vond ik heel fijn. Ik heb de kist op zijn plek gezet waar ik hem wilde hebben. Maar nu moet de rest nog. Dus ik hoop morgen ook nog weer even verder te kunnen gaan. Want het is best wel veel werk en ik weet soms gewoon even niet waar ik beginnen moet. Maar in ieder geval, dat is al wel weer gebeurd. Dus daar ben ik op zich wel heel erg blij mee. En dan gaan we zo in ieder geval gewoon verder. En dan komt het, er komt een tijd dat het helemaal goed komt. Maar ja, op een gegeven moment wist ik even niet zo goed meer hoe ik verder moest. Toen dacht ik, nou, ik moet het hier maar eventjes bij laten voor nu. Maar ik ben wel blij dat de kist nu op zijn plek staat. Dan staat hij niet meer zo in de weg. Heb ik daar weer wat meer loopruimte. Gelijk ook weer even het beddengoed erin gedaan wat erin moest. Dus op zich ben ik niet heel ontevreden. Maar net wat ik zeg, ik hoop morgen nog even verder te gaan. Ik heb net nog even een paar doodles getekend. Er lekken inmiddels al wel weer wat berichten uit omtrent de persconferentie. Maar goed, dat ga ik vanavond wel zien wat het wordt. Het is allemaal afwachten. Eerst zou je winkel op afspraak moeten. En nu kreeg ik weer een melding dat dat weer niet hoeft. Ik weet het allemaal niet. Maar we gaan het vanavond wel zien. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. En dan straks douchen en eten. Vanavond is het natuurlijk weer tijd voor Flikker Maastricht. Daar heb ik heel veel zin in. Want daar heb ik me heel erg op verheugd. Dus daar ben heel erg benieuwd hoe dat verder gaat. Verder... ga ik denk ik nog even Hudson en Rex kijken. Want ik dacht eigenlijk dat het de laatste was. Maar ik had ze ingesteld. Nu staat bij opname dat de 19e ook weer wordt opgenomen. Volgens mij komt het dan niet. Dus ik moet het even goed nakijken. Anders kunnen die opnames er alvast uit. Want volgens mij heb je weer de KNVB-beker. Wat wil ik verder eigenlijk nog gaan doen? Ja, niet, ja, ik moet gewoon met de video's aan de slag met editen. Ik moet mijn artikel nog schrijven. Dus daar ben ik ook nog wel even zoet mee. En vanavond ga ik Emily in Paris kijken. Ik ga nog even de laatste afleveringetjes van Bitterzoet kijken. En dan moet ik ook iets anders gaan opzoeken. Maar dat ga ik allemaal nog even uitzoeken. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Want ik heb een best wel zere rug nu van het bukken steeds. Maar ik ben blij dat die kledingkast in ieder geval weer, opgeruimd is. Of in ieder geval schoon is. En dan heb ik ook gelijk alle was al opgehangen. Dus dat is op zich wel fijn. Maar net wat ik zeg, we gaan morgen gewoon weer even verder. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 15 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik zit niet zo heel erg comfortabel, want ik zit hier naast een tijgertje. Die nu weer wakker is, maar net sliep je, hè? Je bent wel lekker warm. Laten we even beginnen met de persconferentie gisteren. Ging ook heel anders dan dat we eigenlijk gewend waren, want Kuipers die werkt met grafieken, wat op zich best wel verhelderend werkt, want je hebt wel gelijk een inzicht. Ook de gebarentolk die was nu niet meer op het podium te zien, maar echt onder in beeld. Tijger die gaat inmiddels er vandoor, dus ik kan ook even iets beter zitten. Dat was op zich wel verhelderend. Waar ik ook wel blij mee was, is dat eindelijk iemand zegt... Corona gaat niet meer weg. Dat is iets wat ik zelf al best wel een tijd ook in gedachten had. En waar ik het ook wel eens over heb gehad met familie. Maar dat nu eindelijk iemand zegt, het gaat niet meer weg. We moeten ermee leren leven. Ze hebben best wel een risico genomen. Want de besmettingen zijn natuurlijk hoog. En ze verwachten eigenlijk nog hogere besmettingen. Maar ze hebben toch gezegd, een deel van de maatschappij kan weer open. De winkels zijn weer open, weliswaar tot 5 uur. Vind ik zelf een beetje tricky, want het is nu zaterdag. Vandaag is alles weer open, dus ik zie het alweer gebeuren dat half Nederland vandaag naar de winkelstraten gaat. En ik verwacht ergens vanmiddag nog wel weer dat de burgemeesters zullen zeggen, kom niet meer naar de steden, want het is te druk. Ja, ik vind het nogal tricky op een zaterdag, want ja, de meeste mensen zijn vrij, maar oké. Voor de winkeliers is het natuurlijk hartstikke fijn dat ze weer open kunnen en dan ook zonder afspraak. Waar ik wel een beetje verbaasd over ben, hè? De sportscholen mogen open, de kappersportschool is weliswaar wel met QR-code. Dus ja, de mensen die niet gevaccineerd zijn, die vallen dan toch weer buiten de boot. Of die moeten zich misschien constant laten testen, maar ik weet niet of dat nog geldt.
Je mag ook weer naar de sekswerkers toe, maar je mag niet naar de bioscoop. En die link leg ik niet helemaal, want ik heb toch het idee dat als je naar een sekswerker gaat, dat dat toch wel wat intiemer is dan in een bioscoop zitten met meer mannen, mensen. Maar oké, daar gaan ze over 2 weken over beslissen, over bioscopen en restaurants en de cafés. En dan ook over, ja, musea's en voorstellingen en zo. Want ik was al best wel verbaasd, want ze hadden heel veel voorbereidingen getroffen. Want vandaag zouden de vrienden van Amstel Live gaan beginnen. En ze hadden dus ergens gewoon hoop dat ze door mochten. Ik dacht, nou, dat lijkt mij stug. Maar ja, ze hadden echt biervaten, alles al aangesloten. Ja, dat ging niet door. Dus, maar goed, het was op zich wel verhelderend en het is weer duidelijk allemaal. Gisteravond heb ik lekker naar Flikker Maastricht gekeken. Het was weer een hele mooie uitzending, ook weer lekker van genoten. Daarna heb ik weer gekeken naar Hudson en Rex. Het was de allerlaatste aflevering toch wel, want er zijn er gewoon niet meer. Er is nog wel een seizoen 4, maar die zenden ze voorlopig nog niet uit. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb mijn artikel geschreven. En toen ben ik Emily in Paris gaan kijken. En het laatste paar afleveringen van Bitterzoet. En dan vanavond moet ik iets anders uitkiezen. Ik weet nog niet wat ik ga kiezen. Hoorde ik straks of las ik straks dat de Voice of Holland voorlopig even van de buis gaat. Want er zijn aantijgingen voor seksueel overschrijdend gedrag. En dat gaan ze onderzoeken in het programma Boos. Dus daardoor zijn ze nu eventjes een tijdje van de buis. Ze zijn volgens mij net 2 weken bezig. Maar oké, dat gaan we allemaal wel zien. Vandaag op de planning. Ik ga zo even stofzuigen en de bakken doen. En dan ga ik even nog naar boven om het een en het ander te doen. Daarna ga ik de kwasten lekker wassen. Want die zijn ook wel weer lekker even aan de schoonmaakbeurt toe. Dus dan ga ik jullie dan even bijzetten. En ik ga beginnen in mijn nieuwe bullet journal. Of nou ja, eigenlijk mijn nieuwe dummyboek. Voor mijn blog en YouTube. En ik vind dat altijd een beetje spannend. Want een nieuw boek. Ik wil alles dan nog perfecter doen dan anders. En dat vind ik gewoon altijd heel spannend. Want je hebt zo'n heel clean boek. En ik wil dan gewoon alles gewoon helemaal netjes en perfect doen. En dat lukt gewoon niet altijd. Dus, maar goed. Ik ga het nu even stofzuigen. En dan ga ik eerst eventjes naar boven. Eventjes wat verder. Dus tijd om aan de gang te gaan. Wat was dit een heerlijke middag, echt. De katjes zijn nu even nog de laatste restjes van hun brokjes aan het opeten. Nou ja, ik ben dus boven begonnen en ik heb weer een kledingkast schoongemaakt. Ik heb dit keer de zomerkleding helemaal schoongemaakt, alle t-shirts eruit. Ik kwam er nog één tegen, er zaten wat vlekken in, die heb ik gelijk bij de was gedaan. En nou, dan maak ik de planken even helemaal schoon en dan ben ik alles gaan ordenen. Dus de basics bij de basics. Maar ook alles op kleur. Dus alle witte t-shirts liggen bij elkaar. Alle zwarte t-shirts liggen bij elkaar. En alle gekleurde t-shirts liggen bij elkaar. Ik word daar zo blij van. Ik hou dan echt van orde. Ik hou er echt van om te sorteren op kleur. Ik heb dat ook echt met de hangende kleding. De jurkjes moeten allemaal bij de jurkjes. De jasjes bij de jasjes. De blouses bij de blouses. Truien bij truien en vesten bij vesten. Ja, dat zijn dingen. Ik word daar dus heel blij van. En ik merk nu dat ik wat meer de vibe heb gevonden om daar ook weer mee verder te gaan. En dat is wel echt super lekker.
ben natuurlijk nog lang niet klaar, maar het begin is er. En dat maakt me wel heel blij. Ook gewoon mijn pyjama's liggen nu helemaal geordend. En het is geen bende meer. Ik kwam zelfs nog een sloop tegen voor een ondersloop voor mijn kussens. Die heb ik ook gelijk weer in die kist gedaan. Ja, het is zoveel beter als dat het was. En dat maakt me gewoon heel blij. Want die kast kan nu gewoon weer dicht. Oké, ik mis nog steeds één kastdeur. Maar hey, daar kan ik niks aan doen. Want volgens mij krijg ik die er gewoon nooit meer in. Maar dat maakt me echt heel erg blij. Dus dat was echt heel erg lekker. De kwasten zijn weer schoon. Dat is ook super fijn. Want ja, ik vind dat heel fijn. Er staat eigenlijk voor dat je ze eigenlijk één keer per week moet doen. Ik doe ze één keer in de twee weken. Maar weet je, zolang je het maar regelmatig doet. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat je ze één keer in het half jaar doet. Er zijn ook mensen die dat doen. Maar ik vind het zelf lekker om ze gewoon echt regelmatig schoon te maken. Omdat make-up zijn natuurlijk ook bacteriën. Maar dat voelde zo lekker aan. Toen ben ik in mijn nieuwe bullet journal begonnen. Ik ben alleen nog niet aan het opschrijven van de boeken gekomen. Maar het is ook allemaal heel strak en smooth nu. Dus ja, ik werd er echt heel gelukkig van. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Ik heb de verwarming een tikje gegeven, want ik had het koud. Ik ga straks douchen en eten. Vanavond ga ik natuurlijk weer meespelen met weet ik veel. En dit keer gaan we weer voor die 6. Ik ga het proberen. Daarna heb je een nieuw seizoen van Het Roer Om. Dat ga ik eventjes kijken op SBS 6. En verder ga ik vanavond het grootste gedeelte van de vlog al eventjes editen. Misschien nog wel even een thumbnailtje maken voor een video die ik aanstaande dinsdag online wil zetten. Dus ja, dat eigenlijk. En ik ga verder met Emily in Paris. Ik heb helaas nog maar 2 afleveringen, dus vandaag en morgen nog. En ik ga dus een nieuwe serie uitzoeken op Videoland. En daar ben ik nog niet over uit, want ik moet nog even wachten op Mokkere Mafia. Want die komt pas 28 januari online. Goed, ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. En ik hoop morgen dan ook nog weer boven even verder te gaan. Maar voor nu was het echt een topdag. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is alweer 16 januari. Ik zit even lekker op de bank. Ik ben even naar buiten geweest, want ik moest eventjes de GFT-kliko aan de weg zetten. Die wordt morgen gelegd, maar dat ding was weer super zwaar. Ik kreeg weer bijna niet van zijn plek af, maar het is uiteindelijk wel gelukt hoor. Dus eventjes goed kracht gezet en ja, even goed samenwerken met mijn handen en toen ging het wel. Dus die staat mooi aan de weg. Dus ja, dat is wel weer fijn. Oh, ik heb het koud. Vandaag de planning. Ik ga gewoon even stofzuigen en de bakken scheppen. Ik ga even de groenten afhalen. En dan ga ik boven nog even wat doen. En ik ga foto's maken. Dus dat wordt het verder ook. Dus niet heel veel bijzonders. Ik laat uiteraard wel even de fotospullen zien. Maar het wordt verder niet een hele speciale planning of zo. Ik heb gisteravond weer weet ik veel gekeken. Dat was ook wel weer leuk. Op zich ging het op een gegeven moment best wel lekker. Maar na de reclame maakte die weer geen verbinding met de tablet. Dus toen miste ik weer een vraag. Dus dat was weer eventjes minder. Dus ik kan hem beter de volgende keer gewoon, als de reclame komt, hem eventjes afsluiten en opnieuw opstarten. Want dan werkt hij meestal wel. Oké, dan maakt hij geen verbinding met de tv. Maar de vragen lopen dan nog wel gelijk met de televisie. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar helaas weer geen 6. Dus dat was ook wel een beetje spijtig. Daarna heb ik even de roer omgekeken. Die mensen gingen naar Gambia. Ze hadden eigenlijk een goed lopende snackbar in Nederland. Ze gingen daar een restaurantje beginnen. Nou, dat viel toch allemaal wel een beetje tegen. Mijn voet slaapt inmiddels. Ja, als het daar regende, werd alles gewoon echt zeiknat. Er was daar ook een keer ingebroken. Daar hadden we wat spullen meegenomen. Toerisme nam natuurlijk niet echt toe vanwege corona. En uiteindelijk zijn ze toch weer naar Nederland gegaan. En ze zeiden ook, ja, als dit zo blijft, dan redden we het echt maar een paar maanden. Want ja, er was al best wel veel geld ingegaan. Er moest ook best wel veel weer aan gebeuren. Dus ja, ik vraag me dan ook af, wat bezielt je dan om naar Gambia te gaan? Ten eerste, ze betalen met een heel ander muntstuk. Ze gingen daar vis in kopen. Die mensen zeiden dat die vis best gevangen was. Maar ja, die vis die lag de hele dag in de zon, dus daar wordt hij ook niet echt beter van. Ja, ik snap dat nooit zo goed, wat je dan bezielt om naar zo'n land te gaan, maar goed. Inmiddels waren ze weer terug en of ze weer teruggingen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet, daarna heb ik even Emily in Paris gekeken. En daarna heb ik Doc 12 aangezet op Videoland. Het is al een hele oude serie van 2001, maar ik ken het niet. Dus nou, ik dacht wel even grappig, maar je kunt wel zien dat het al heel oud is. Maar op zich niet heel erg, het was wel even grappig om te kijken.
Boek weer uitgelezen, weer een nieuw boek gestart. Zelfde reeks wel, dus het is ook wel weer leuk. Ja, op zich een prima avondje. Vanavond wel de laatste Emily in Paris, dus dan moet ik wel weer wat nieuws opstarten, maar dat komt wel goed. Ik ga nu even stofzuigen en eventjes de bakken doen. Dan ga ik eerst de groenten doen, maar mijn slof is weer kapot, dus die moet weer gelijmd worden. Maar dit keer wil ik wel even handschoenen aandoen als ik ga lijmen, want ik heb geen zin als mijn vingers weer aan elkaar zitten. Maar hij blijft op een of andere manier niet goed vastzitten, dus hij laat toch wel steeds weer los. Ja, dat is wel jammer. Ze hebben hem gewoon niet helemaal goed afgedicht. Of het naadje heeft niet helemaal goed gepakt, ik weet het niet. Even kijken of ik dat ook nog ga doen. Maar eerst even kijken dat ik boven nog wat ga doen en de groenten afgehaald krijg. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Ajax is ook weer begonnen trouwens vandaag. Die hebben met 3-0 gewonnen. Ik heb boven even weer een kledingkast schoongemaakt. Dus dat is ook weer mooi en wat opgeruimd. Dus nu ga ik even de fotospullen laten zien, want die heb ik ook gepakt. Dan ga ik van de week gewoon weer even lekker verder. Ik heb hier allereerst het Floral Romance Eyeshadow Palette. Daar ga ik ook een video van maken. Die heeft deze kleurtjes. Dus daar komt een video van online. Dan heb je alvast een beetje een sneak preview. Ik heb hier een Instant Eye Fix Eye Tightening Cream. Dus die ga ik proberen. Een aantal producten uit een trendeditie van Essence. Ik heb hier allereerst een handcreme. Dit is van de Ticket 4 line. Ticket for a Hug. Ik heb hier ook oogpads. Oh, trouwens, dit is niet Ticket for a Hug. Dit is Ticket for a Hug. Dit is Ticket for a Break. Dan heb ik hier een overnight lip mask. Dus die kan ik lekker 's nachts gaan gebruiken. Ik heb hier een glossy topcoat. Dan heb ik hier nog een getinte lippenbalsem. Heel leuk. En hier nog een lipolie die je gewoon op kan rollen. En nog een massageroller. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken. Dus het is nog mooi op tijd. Dus wel weer lekker bezig geweest. Dit ga ik nu eventjes doen. Zo, hier worden intussen de laatste brokjes nog even opgepeuzeld. Ik heb echt hele koude handen. Maar ik vond het wel weer een lekker dagje. Lekker de foto's gedaan. Nou ja, boven weer even een stukje verder. Dus dat zijn toch wel de dingen waar je heel blij van wordt. Dan hoop ik van de week even daar ook even goed te stofzuigen. Bepaalde plekken al te twijlen. Een keer komt het echt wel goed. Daar ben ik van overtuigd. Dus gewoon nog eventjes doorzetten. Maar verder alles wel lekker vlotjes. Ik heb net al eventjes ook de fotospullen opgeruimd op de lampen na dan. Want die staan nog daar zo. Maar dat kan niet anders. Er hangt trouwens nog iets aan de waslijn, maar dat is heel weinig. Want dat zijn de doekjes vooral die ik heb gebruikt met schoonmaken. En die heb ik van de week nog nodig. En dan probeer ik ze ook weer even uit te wassen. Dus zijn het glasdoekje en het doekje waarmee ik mijn tafel opwrijf. En het doekje voor mijn televisie. Een fijne middag. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Het is inmiddels ook beginnen regen, dus ik was alleen aan het kijken hoeveel graden het was. Het was 6 graden, maar het werd al best wel donker, dus ik heb lekker de lampjes aan. Vanavond heb je weer diepe gronden, dat ga ik kijken. Daarna weet ik het eigenlijk nog niet. Je hebt ook een nieuw quizje, misschien dat ik dat er even opzet. Ik wil ondertussen sowieso mijn nagels even doen. Verder moet ik eventjes foto's bewerken. Misschien alvast een deeltje voor die video in elkaar zetten die ik extra wil opmaken. Maar ik moet nog even wachten tot morgen, want ik krijg morgen de uitslag. Dus dan kan ik er dat nog in verwerken. Maar goed, als deze vlog online komt, staat als het goed is die video al online. Dus verder heb ik Emily in Paris en ga ik vanavond Witsen kijken. Dus alweer de allerlaatste Emily in Paris. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat verder eindigt. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 17 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik ben net gebeld door het ziekenhuis. Mocht je het verhaal allemaal niet hebben meegekregen. Ik heb er inmiddels ook een losse video van gemaakt. Die staat op mijn kanaal. Maar ik was dus naar het ziekenhuis geweest omdat ik een afwijkend uitstrijkje had. En ze hebben in het ziekenhuis opnieuw een uitstrijkje gemaakt. En daar kreeg ik vandaag de uitslag van. Bij het ziekenhuis hebben ze dus wat cellen van de binnenkant echt afgenomen. En bij de huisarts doen ze het van de buitenkant. Maar
De binnenste cellen waren helemaal goed. Dus daar is gelukkig niks mee aan de hand. Dus volgend jaar heb ik, nou dit jaar, maar ik moet nu gewoon weer op controle komen. Maar dat is pas einde van het jaar. Dus dat vond ik wel heel fijn. Ik kreeg ook nieuws waar ik minder, een beetje van schrok. Ging over mijn opa. Mijn opa heeft vorig jaar heel veel bloed verloren. En ze weten dus niet waar het bloed blijft. Waardoor hij dus hele lage bloedwaardes had. En daar staat hij nu ook voor onder controle. Dus elke maand gaan ze kijken naar zijn bloed. En deze maand waren de bloedwaardes weer te laag. Je bloedwaarde moet 8 zijn en bij hem was het 6,1. Hij heeft wel de keuze gehad direct naar het ziekenhuis om bloed te gaan halen of volgende maand afwachten. Hij heeft toch gekozen voor, we kijken volgende maand wel. Hij is er vorige week wel wat ziek van geweest, maar nu voelde hij zich eigenlijk weer heel erg goed. Mijn vader gaat er morgen heen, gaat hij wel in ieder geval van zijn tas inpakken. Dat mocht het verkeerd gaan, dat hij toch direct naar het ziekenhuis kan. Dus ja, dat was even schrikken. Verder heb ik vandaag op de planning lekker schoonmaken, de gang en de kattenbakken. En ik moet heel goed mijn wc boenen, want er zit zo'n aanslag onder de rand. Dus ik ga even met een schuursponsje eronder. Dat lijkt me even het beste. En dan pak ik die spray, want ik heb zo'n spray van de Lidl. Ik had er eentje, volgens mij is deze bijna leeg die ik nu heb staan, maar ik heb nog een nieuwe staan. Dan ga ik dat wel eventjes goed doen, want ik zag echt een hele aanslag en dat vind ik zo naar. Ik moet ook een nieuwe toiletborstel hebben, maar ja goed, dat doe ik alweer een keer als ik bij de Action kom. Het kan nu natuurlijk weer, dus als ik binnenkort weer een keer naar de Action ga, moet ik ook even een nieuwe toiletborstel kopen. Want die moet je natuurlijk toch regelmatig vervangen. Dus dat is de planning voor nu. Ik las ook dat Linda de Mol en haar vriend inmiddels uit elkaar zijn. Met het hele Voice-schandaal natuurlijk. Het is ook heel groot in het nieuws. Elke avond bij shows hebben ze het ook er vrij uitgebreid over. Dus ja, het is natuurlijk wat. Ik denk ook niet meer dat de Voice terug op televisie gaat komen. Dus voor de mensen die Voice-fan zijn, ik denk dat die teleurgesteld zullen zijn dat het niet meer zal komen. Ik heb gisteravond Diepe Gronden gekeken. Dat was echt wel heel erg mooi. Er komt er hierna nog eentje. En ja, ik vind het echt wel heel spannend. Ik ben er nog steeds niet achter wie het gedaan heeft. Ik vind er zijn zoveel mensen die heel verdacht zijn, maar de echte daden die heb ik nog niet. Al vertrouw ik de oom van een van die meisjes ook niet helemaal. Ik weet het niet. Maar goed, dat was heel spannend. Daarna heb ik een quiz op SBS6 gekeken, maar dat viel eigenlijk een beetje tegen. Het was niet heel erg veel, maar ik had ook niet echt meer wat om terug te kijken. Dus ik heb intussen lekker mijn nagels gedaan. Dit kleurtje, als je heel goed kijkt, zie je een gouden gloed. Maar ik weet niet of het op camera mooi overkomt. Ik denk dat je het ietsjes kan zien. En dat is deze kleur, die is van Catrice. Dat zijn de, komt uit de Stronger Nails lijn, deze. En dit is de 07... explosief pink, maar ik vind het meer oranje. Ik zie hier geen roze in, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, het zal wel. Ik vind het wel een mooi kleurtje. Ik heb de foto's bewerkt en daarna ben ik Emily in Paris gaan kijken. De laatste aflevering was ook wel een hele onverwachte wending. Dus er komt gelukkig nog wel een seizoen 3 en 4. Dat is al bekendgemaakt, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Vanavond moet ik dan iets nieuws uitzoeken en daarna heb ik Witsen gekeken, dus dat was het. En ik ben een heel mooi boek aan het lezen. Ja, ik heb het koud. Dus daar ben ik, die kon ik ook moeilijk wegleggen. Ik ga het nu eerst even de was aanzetten, dan ga ik de kliko ophalen en de kattenbak daarin leeg. Dan kan ik lekker ook naar binnen. Ik ga wel even mijn jas aan doen nu, want ik ben een beetje verkouden. Je hoort het een beetje aan mijn stem misschien. Ja, mijn neus zit niet echt dicht, maar het is meer mijn stem die er een beetje moeite mee heeft. Dus dat ga ik nu mooi eventjes doen. Dus ik neem jullie gewoon weer mee vandaag.
klaar. Inmiddels ook weer lampjes aangedaan. Ik vond het al vrij vroeg donker vandaag. Ik merkte toch al wel snel dat het best wel donker werd. Alles is weer lekker klaar. Hun hebben weer schone eetbakjes en drinkbakjes en lekker een schone bak. Ik was alleen Mickey weer even kwijt en ik raak dan altijd een beetje in paniek. Ik weet dat ze eigenlijk niet naar buiten kan zijn geglipt, maar ja, dan ga ik roepen en dan komen ze natuurlijk niet. En dan ja, raak ik toch altijd een soort van in paniek, maar op een gegeven moment kwam ze alweer tevoorschijn. Nou, je hebt gezien dat ik de wc heb gepoetst. Dat ging echt heel erg goed. Ik moest wel heel veel kracht zetten. Ik heb dat wel vaker gedaan hoor, onder die rand. Maar je merkt gewoon dat daar best wel snel weer aanslag komt. Dus ik heb nu even heel hard kracht gezet en dat ging goed. Dus dat is nu weg. Dus dat is schoon. Dus ik heb nu ik heb er zo'n tablet in gegooid. Zo'n bruistablet. En ook nog wat gewoon van dat wc-reiniger. Dus dat heb ik lekker doorgeborsteld. Dus dat kan straks even doorgespoeld worden. En dan is de wc weer schoon. Word ik altijd wel blij van. Ook een schone wc. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor mensen. Maar in de douche ook lekker alles weer schoon. Alleen, ik heb ook een beetje staan schuren, zeg maar, op het wastafeltje in de douche. Maar die kreeg ik nog niet helemaal goed. Dus daar moet ik nog weer even mee verder. Maar het probleem is, ik heb wel schuurmiddel, maar die zit dicht. Dus die moet ik doorprikken en het dopje is afgebroken. Dus misschien moet ik gewoon een nieuwe kopen en deze gewoon lekker wegdoen. Maar elke keer vergeet ik dat bij de winkel om schuurmiddel te kopen. Maar ik ben blij dat alles klaar is. Ik denk dat de was zo ook klaar is. Ik kan die ook mooi gelijk de droger in. Dus ja, ik ben wel weer heel tevreden dat alles lekker schoon is. Ik ga zo nog even relaxen. Dan ga ik straks even videobellen met mijn moeder, Nathalie en Lente. Want ik had Nathalie ook even geprobeerd te bellen over het ziekenhuis. Maar die was aan het werk, dus die nam ook niet op. Mijn moeder had het intussen wel gezegd. Maar ik denk, ja, het is wel zo netjes om haar ook even te bellen. Maar dat ging even niet. Toen appte ze al van, joh, we hebben er straks wel over. Ik zeg, ja, is helemaal goed. Dan ga ik douchen en lekker eten. Ik heb lekker speklapjes. Daar heb ik best wel zin in, want ik heb ze al lange tijd niet op. Ik twijfel nog of ik ze op de grillpan zou doen. Nou, misschien. Vanavond heb je gewoon goede tijden en help mijn man eens klussen. Daar heb ik ook wel weer zin in. Vind ik altijd wel heel erg leuk om te zien. Gewoon, of leuk, ja, het is gewoon, weet je wel, vaak gewoon het resultaat wordt heel erg mooi. Ik ben altijd wel benieuwd naar de verhalen erachter. Ik ga vanavond een extra video editen voor morgen. Mijn artikel even schrijven. Ik moet dus een nieuwe Netflix-serie beginnen en ik weet dus nog niet welke. En ik ga vanavond verder met Witsen, want ik had gisteren eentje van een dubbele aflevering. Dus vanavond is het vervolg. Dus dat is eigenlijk ook wel de planning. En vanavond lekker mijn boek lezen. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik heb nu verder eigenlijk toch niks meer te melden. Dus ik ga eventjes lekker een chillbroekje aantrekken. En dan ga ik eventjes lekker relaxen. En dan straks even gezellig video bellen met zijn familie. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 18 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik ga straks boodschappen doen. Mijn coach komt pas om 2:30, dus ik heb nog even. Dus ik kan zo nog even stofzuigen. Dan kan ik boven nog even wat doen voordat ik weg moet. Dus dat is de planning. Ik heb gisteravond Help mijn man eens klussen gekeken. En ik heb me echt letterlijk zitten irriteren. Deze man kon niet klussen. Zijn vrouw was ziek, volgens mij had ze MS, maar dat weet ik niet 100% zeker meer, maar in ieder geval ze was ziek. En ze hebben op een gegeven moment dat huis gekocht, maar zij heeft het dus niet meer gezien, want zij had op een gegeven moment niet meer de kracht om steeds huizen te bezichtigen. En ze hadden al best wel wat huizen bezichtigd, dus ze hebben eigenlijk dit huis heeft zij blind gekocht. Maar vervolgens, zo'n man die trekt de hele boel overhoop. Ik moet even mijn batterij wisselen, zie ik. En zo'n man maakt het dus dan niet af. En dan denk ik van, waarom begin je dan aan als je eigenlijk niet kan klussen? Ze zouden de wc door professionals hebben laten doen. Nou, die zag er ook niet uit. Er was een discussie volgens hem dat ze door werklui allemaal zouden laten doen. Maar hij wilde dure mensen en zij goedkope mensen. Hij gaf ook erg af op zijn vrouw. Dat vond ik echt heel gemeen. En hij stond er steeds mee bij en hij keek ernaar. Hij deed ook maar niks. Hij zat continu op de bank koffie te drinken op zijn telefoon. Ik vond het echt verschrikkelijk, deze man. Nou ja, op een gegeven moment zou hij een plafonnetje erin doen. Nou, dat afmeten kon hij ook gewoon niet. Ja, maar het huis is scheef. Ja, er is geen enkel huisrecht. Alle huizen zijn scheef. Ben nog nooit een huis tegengekomen die kaarsrecht is. Dat is een kwestie van goed meten. Maar hij kon het gewoon niet. Hij had dat inzicht niet. En dan vraagt hij ook wel hulp aan de... aan die mensen en die helpen hem dan ook wel, maar hij kon het gewoon niet. Het was echt vreselijk.
Toen was het tijd om zich om te kleden. Ga je even omfrissen, zegt John. Nou, en hij komt uiteindelijk naar zijn vrouw toe in nog zijn visuele kleren. Dat ik dacht van, gadverdamme. Dus ik vond het een vreselijke man eigenlijk. Daarna nog een klein stukje van VI gezien. Dat ging ook voor een groot deel natuurlijk over alles wat speelt bij The Voice. Maar daar heb ik wel weer respect voor deze mannen. Ze werken voor John de Mol, maar ze trekken hun mond gewoon open. Ook over John de Mol. Als je dat over je baas durft te zeggen, dan vind ik dat echt wel... Ja, dat vind ik echt wel lef hebben. En ze bleven echt wel netjes, maar ze zeiden wel wat ze ervan vonden. Dus dat vond ik ook wel weer mooi. Ik heb ook nog even gevideobeld met mijn moeder Nathalie en Lente. Dat was weer heel erg leuk. Lente was ook weer lekker aan het spelen. En die pakte op een gegeven moment de telefoon weer over. En ze ging weer lief naar me zwaaien. Dus dat was wel heel schattig. Ik heb nog geprobeerd of ze banaan wilde zeggen. Want ze schijnt Nani te zeggen in plaats van banaan. Als ze banaan zegt ze Nani. Dus dat... Maar dat lukte niet helaas. Ze had wel hele mooie nieuwe schoentjes gekregen van mijn moeder. Want die had gezegd van de volgende schoentjes krijgt ze van mij. Ze had hele leuke schoentjes. Ze had nog weer een heel mooi shirtje gekregen. Want dat was nu allemaal super goedkoop. Dus dat was echt heel leuk. Ik heb gisteravond verder de video in elkaar gezet. En mijn artikel geschreven. Ik ben met een nieuwe Netflix serie begonnen. Maar het heeft een hele moeilijke Franse naam. Die kan ik niet uitspreken. Dus dat ga ik ook maar niet proberen. Misschien dat ik hem al eventjes hier in beeld neerzet. Maar... ik vond hem wel heel leuk, dus daar ben ik mee begonnen. En daarna had ik een witse, dus dat was het ook wel. Ik ben eventjes op de weegschaal gaan staan, want ik was eigenlijk bang dat ik naar de feestdagen onwijs was aangekomen. Maar ik zit nog op mijn eigen gewicht, dus dat viel allemaal reuze mee. De batterij was al een tijdje leeg, dus ik had er gisteren even een nieuw batterijtje in gedaan. Maar ja, dat ging eigenlijk allemaal wel, dus daar was ik wel tevreden over. Ik ga even stofzuigen in de bakken scheppen en dan tuig ik nog even naar boven en dan ga ik straks boodschappen doen. Dus ik zie jullie sowieso later weer. Ik zit weer paraat om jullie te laten zien wat ik heb gehaald. Ik had trouwens een nieuwe truitje van de Primark. Die met die leuke roesjes, zeg maar. Zit echt heel lekker. Ik heb hier allereerst een schoenenrekje meegenomen bij het kruidvat. Ik moet wel even proberen of ik hem een beetje open kan maken. Dat ik hem eventueel terug kan brengen als het niks is. Want ik wil hier mijn laarzen opzetten. Want ik heb dus nu een paar laarzen. Die passen dus niet op het schoenencarouselletje. Dus ik dacht, ja, er moet eigenlijk gewoon een schoenenrekje voor. En deze was dus nu 4 euro. Ik dacht, nou, als ik die er in ieder geval maar op kan zetten, liggen die niet meer in de weg. Dus dat ga ik proberen. Dus dat is een probeerseltje. Ik doe even alles een beetje door elkaar. Bij de trekpleister heb ik deze mini hakker gekocht. Mijn moeder en Nathalie die hebben een hakker van het theevat, maar die hakken heel veel. Nou, ik vind het vooral wel eens handig voor een uitje of een champignonnetje. Ja, en om dan 25 euro uit te geven is natuurlijk best wel veel. Ik kwam deze mini variant tegen. Dus ja, ik ga gewoon kijken of deze werkt. Hij was maar 3,50, dus doet het niks. Ja, houdt het ook op. Maar ik ben wel benieuwd. Dat ga ik gelijk proberen, want ik ga donderdag... donderdag ga ik... Hoe heet het ook weer eten? Pizza maken. Dan heb ik weer kattenbrokken meegenomen. Voor Nathalie. Een flesje cassis. Als ze komt. Een zakje met patatjes. De boontjes. En een pak chocomel. Dus dat is één tas. Dan heb ik even een flesje cola meegenomen. Zijn we nog scherp? Ja hoor, we zijn scherp jongens. Wasverzachter. 2 voor 3 euro bij de Lidl.
Deze kool, dit is met jasmijn en sandelhout. Zijn gewoon de classics hoor. Champignons uiteraard. Zwarte peper. Onder de pom dat natrium van Energy houdt. En als ze zaterdag komt, krijgt ze gewoon XXL Energy. Gewoon omdat het kan. Dan heb ik nog een zakje met airfryer friet. Die was nu in de aanbieding. Kipfiletjes. Spekreepjes. En dan heb ik ook deze, de morgenfris. Die is ook altijd heel erg lekker. Haricot verts. En dat was het. Dan heb ik nog even wat. Bij de trekfluister heb ik nog twee jurkjes meegenomen. En deze was nu met 75% korting. Ik heb een blauwe. En ik heb ook een rode variant. Dus het leek me wel leuk. Dan heb ik wat afwisseling. En het enige wat ik dan nog heb, dat is een blik met antifloetjes. Van die, zo'n bewaarblik met antifloe. Ja, als je last van je keel hebt, is antifloe ook best wel lekker. Dus dat was alles. Ik heb niet heel veel gehaald, maar ik had ook nog best wel veel. Ik ga dit zo meteen mooi eventjes opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. We hebben net aan de koffie gezeten en we hebben even lekker even wat mailtjes gedaan. Even wat telefoontjes. Dan ga ik straks douchen en lekker eten. Vanavond heb je weer Married at First Sight. Daar heb ik wel weer zin in. Dus dat wordt ook wel weer leuk. Verder. Ga ik verder? Nee. Misschien nog een klein stukje van VI. Ik moet sowieso vanavond de video editen. En foto's bewerken. Ik ga natuurlijk verder met mijn Netflix serie. En vanavond ga ik weer lekker witsen kijken. Dus dat wordt verder ook de avond. Maar eerst even lekker opruimen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar vind je ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!